Dames en heren, ik wil u van harte welkom heten bij het ontbijtnieuws van Vastgoedmarkt. Wie hebben wij vandaag aan de tafel? Dat zijn Sander Heidinga, algemeen directeur van Kuijs Reinder Kakus, Monique Tetteral, directeur van Dynamis, Wienke Bodewes, CEO van Amvest en voorzitter van de NEPROM. En in die functie ben je hier vandaag. Hartelijk welkom. En Ivo Meijhuizen, zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in transformatie van monumenten. We beginnen traditioneel met het behandelen van een aantal berichten. Gisteren is er een rapport gepresenteerd op de Provada, waaruit blijkt dat het optimisme op de hotelmarkt weer toeneemt. Dat blijkt uit cijfers van Horvath HTL. De gemiddelde bezettingsgraad die is goed uitgekomen over het afgelopen jaar. Het kwam uit op 67,8% en dat schijnt voor een hotel heel aardig te zijn. Is dit goed nieuws of is dit slecht nieuws? Nou, ik vind het goed nieuws. Ik denk dat, dat het ontzettend belangrijk is voor de economie in de verschillende regio's dat recreatie in toenemende mate gedaan wordt. Ik denk alleen wel dat je op moet passen waar je dan al die hotels ontwikkelt. Want het lijkt namelijk nu hier nogal, bijvoorbeeld hier in Amsterdam te zijn, in de grote steden. Maar Amsterdam heeft een enorm aanzuigende werking. En ik denk dat we moeten waken voor het feit dat plaatsen als Zaandam en Alkmaar, dat die eigenlijk helemaal leeggezogen worden. En dat je daar ook met een aantal hotels zit, die vervolgens eigenlijk leeggetrokken worden om vervolgens hier op te vullen. Dan was er gisteren de uitreiking van een Europees erkende taxatietitel. De Recognized European Valuer titel, ook wel REF. Het is uitgereikt aan leden van VBO Makelaar. Het vernieuwende hieraan is dat gekozen is voor een Europese weg, ingebed in Europese wetgeving, Europese standaarden. RICS staat daar eigenlijk een beetje op afstand van. Dat is eigenlijk meer de Anglo-Saxische weg. In de transformatie is zo dat we echt allerlei alternatieven uitzoeken. En ik denk ook dat dat het sterke punt is. Ja. Welke kant we ook opgaan, dat we toch steeds proberen ergens een oplossing voor te vinden. En die creativiteit, die, goed, daar sta ik enorm achter. Dus eigenlijk speelt daar dat onderscheid tussen Europees of Anglo-Saxisch nog niet. Gisteren is de tenderprocedure gestart voor een 4-sterren hotel dat naast de RAI verrijst. 650 kamers en de gemeente Amsterdam, de dienst Zuidas en Amsterdam RAI zelf zijn op zoek naar een partij voor de ontwikkeling en het uitbaten van dit hotel. Ik denk dat je, als je naar hotels kijkt, dat je heel goed moet kijken voor welke doelgroep worden die nu gemaakt. En wat het sterke is van Nederland, Amsterdam in het bijzonder, maar ook bijvoorbeeld Den Haag, is dat het zich steeds meer ook als een congres punt ontwikkeld. En die groei is echt enorm. En als ik denk dat het een hele goede zet is, want in dit deel van Amsterdam bijvoorbeeld zijn heel weinig hotels heel direct bereikbaar. Dus de capaciteit is gewoon te klein. En dan ga je de concurrentieslag met andere steden ga je gewoon missen. We beginnen met welkom namens alle partners van Dynamis op deze bijzondere dag voor ons. We zullen vandaag onze nieuwe partner aan u introduceren en verwelkomen. Wil ik jullie graag uitnodigen om een mooie advertentie te onthullen samen met de bestuursleden. Aansluiting van Kuijs Reinder Kakus bij het Dynamis netwerk afgelopen dinsdag in de stand.
Wat betekent dit voor KS Reiner Kakens? Sander? Een verdere professionalisering van ons kantoor. We maken gebruik van het kennisnetwerk van Dynamis, maar ook het relatienetwerk van Dynamis. Dynamis heeft de kantoren gezamenlijk hebben ontzettend veel relaties. En die relaties kunnen wij voortaan ook bedienen in Noord-Holland en daar maken wij kennis mee. Dat is voor ons goed, maar ook voor de klanten. Want die zoeken volgens ook uniforme werkwijze en het kwaliteitsniveau dat de Dynamis leden biedt. Ja. Het netwerk van Dynamis wordt uitgebreid met 7 vestigingen in Noord-Holland, heb ik begrepen. 6 vestigingen. Wat betekent dit voor Dynamis? Nou, als Dynamis waren we natuurlijk op zoek naar een partner in de regio Noord-Holland, omdat we daar geen partner hadden afgelopen periode. Wij streven naar landelijke dekking en met de aansluiting van KS Reiner Kakens hebben wij de regio Noord-Holland ook gedekt. Dus daar zijn wij zeer blij mee. En het feit dat zij nummer 1 speler zijn in de regio. En daar streven wij naar. Al onze makelaars zijn topspelers in hun regio. Ja. Dus een perfecte aansluiting bij ons. Ja, ja. En zie je ook ruimte voor nieuwbouw? Ik denk zeker dat er op bepaalde plekken nog behoefte is aan nieuwbouw. Zowel qua wonen als qua kantoren. Ja. Het heeft met name te maken met de mismatch die er toch is. Waarbij het altijd natuurlijk wel zaken is om te kijken van wat als kantoorgebruiker verplaatst van wat doe je met het bestaande bezit. Dus de transformatie waar het ook over gaat. Dus maar nieuwbouw zal altijd noodzakelijk blijven omdat de vraag van de consument en bedrijven die verandert. Ja, want de markt voor een ontwikkeling van nieuwe projecten is de afgelopen tijd flink veranderd. Ik was bij de dag van de projectontwikkeling. Onlangs in Den Bosch. En wat mij opviel was de enorme creativiteit die losgekomen is in, binnen de branche van projectontwikkelaars. Juist door de crisis. Is dit een goede ontwikkeling? Ja, ik denk dat het een uitstekende ontwikkeling is. Overigens is een dag ook leuk omdat je daar eigenlijk met heel veel collega's enorm veel kennis deelt, wat ook bij jullie een doelstelling is. Dat zie je daar daadwerkelijk gebeuren. Iedereen stelt zijn innovatie open voor anderen. En waardoor de hele branche meer kracht krijgt. Die ontwikkeling is heel erg gunstig, waarin je steeds ziet dat we zoeken met z'n allen naar modellen die in bepaalde situaties werken. Het is niet zo dat we het nu 100% alleen maar gaan transformeren of 100% alleen maar dit. Nee, het scala aan instrumenten is groter geworden. Daar wordt scherper over nagedacht. En dat betekent dat zowel voor grote als kleine bedrijven de vakmanschap weer helemaal hoog op de agenda is komen te staan. En dat draagt zo'n dag erg uit. En daar ben ik heel erg blij mee en ook trots op. Ja. Jouw ervaring bij transformatie, Ivo? Nou, heel belangrijk is dat je als je wat je ook hebt multifunctioneel maakt. Want tegenwoordig veranderen we steeds sneller van bestemming. En een ander punt waar ik toch op wil wijzen is, wij hebben als het ware de laatste jaar te veel gebouwd. Ja. En dat is een gevolg geweest gewoon van onze economische insteek. Hadden wij vroeger een economie van vraag en aanbod. Sinds de jaren 60 hadden we een economie van aanbod. Met het idee van het aanbod bepaalt de vraag wel. En daardoor zitten wij nu wel met zeg maar 6,5 miljoen vierkante meter leegstand in kantoorvak. Ja. Maar, dus eigenlijk het aanbod nog steeds de vraag. Alleen het staat er nu al. Nee, maar er is een verschil. Er is vraag gecreëerd. Maar er is vraag en behoefte hetzelfde. En ik merk met transformatie dat we steeds meer zoeken naar, is er behoefte aan? En een heel belangrijk punt is ook als je iets gaat beginnen met transformatie, ga goed haalbaarheidsonderzoek doen. Zowel sociaal, technisch, financieel als juridisch. Onderzoek dat, maar vooral ook sociaal. Is er een maatschappelijke behoefte aan datgene wat je ergens wil neerzetten? Ja, ik denk dat we moeten afronden. Heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer. Tot ziens.